werd het kunstproject gisteren bij het monument van Henk Aron aan de Kleine Combeweg onthuld. De onthulling was onderdeel van de kranslegging bij het standbeeld van Aron, die een van de voorvechters was voor de onafhankelijkheid van Suriname. Deze muurschildering is de eerste met relief in Suriname. De muurschildering bevat enkele bekende uitspraken en hoogtepunten van Aron. Bij deze plechtigheid waren ook erevoorzitter van de Nationale Partij Suriname, Ronald Venetiaan, en de huidige voorzitter Gregory Rusland aanwezig. Rusland deed tijdens zijn speech een oproep aan degenen die vinden dat Suriname te vroeg onafhankelijk is geworden om naar de toekomst te kijken en goed na te gaan hoe zij Suriname vooruit kunnen brengen. En ik zeg van deze generatie, wij zijn gaand. Jongeren gaan van ons overnemen. Laten wij ervoor zorgen dat wat wij achterlaten steeds beter is voor de volgende generatie. Wat ik ben komen aantreffen op deze wereld in Suriname, dat het voor mijn kinderen beter zal zijn. En dat voor hun kinderen nog beter zal zijn. Begrijpt u? Zodat we continu ontwikkeling krijgen van het land. En in die end zullen we een Suriname hebben waar we allemaal trots op kunnen zijn. Rusland geeft toe dat er voor de realisatie van een beter Suriname nog heel veel zou moeten gebeuren. De tevredenheid van de burgers zou centraal moeten staan. Je hoeft niet allemaal miljonair te zijn, maar je moet in staat zijn om onderwijs te kunnen genieten op een goed niveau. Om een goede baan te kunnen vinden waar je genoeg verdient. Om eten te kunnen organiseren voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Om ervoor te zorgen dat je je gezondheidszorg kan betalen. Dat je transport kan betalen. Dat je genoeg aan recreatie kan doen en dergelijke. Dat is wat Suriname wat we willen hebben. En wanneer je dat wil hebben, moet je als land genoeg verdienen om je mensen te kunnen betalen. En dat is niet alleen de overheid, maar ook de particuliere sector. Zodat de mensen dat kunnen krijgen. Dat betekent dat je als staat maatregelen moet treffen om dat te realiseren. Soms misschien politiek impopulair, maar je moet het doen. Omdat wat de rode lijn moet zijn, we moeten steeds gaan naar een beter Suriname. De coördinator van het kunstproject, Hesdy Pigot, liet weten dat het team erop zal toezien dat de muurschildering wordt onderhouden.